Dit zijn de kaarten voor 22 augustus, donderdag 2024. We hebben de wereld. De wereld is je oester. Kom uit je eigen wereldje en kom in de realistische wereld. Je kan misschien gaan verhuizen of op vakantie. Als je je huis te koop hebt gezet, dan kan het zijn dat je huis verkocht gaat worden. Hier zie je de vier tekens van de sterrenbeelden die je misschien zal ontmoeten of die al prominent om je heen zijn. In de linkerhoek naar de rechterhoek en dan naar beneden. We hebben Waterman, Schorpioen, rechts beneden de Leeuw en links beneden de Stier. Misschien ga je uitbreiden in het gezin of in het huis. Misschien ga je verloven of trouwen. Misschien ga je beginnen met een gezin te stichten. Als je niet zwanger wilt raken, neem dan voor zorgmaatregelen. Sommigen van jullie die zullen uitvinden dat je zwanger bent of je partner is zwanger. Ook kan het zijn dat je een salarisverhoging kan krijgen of een promotie. Het is op naar het volgende niveau en expansie. Dat zijn de twee grote leidraden, rode draad in je lezing vandaag. Karma komt ook naar je terug of naar iemand anders die jou goed gedaan heeft of slecht. En onthoud, je krijgt het drievoud terug en zij ook. Wat naar boven komt, gaat ook weer naar beneden. Wat rondgaat, komt rond. Zo, doe goed, dan krijg je drievoud terug. Je bent in balans. Je hebt helemaal niks voor bang te zijn. Misschien ga je van lokaal, als je eigen zaak hebt, ga je van lokale bekendheid naar nationale bekendheid of zelfs internationaal. Dat is de wereld. Het draait naar ter bevordering van jou. En dit wordt geconfirmeerd met de 9 van bekers. Een wens komt waar. Drink meer water. 9 betekent een einde en een nieuw begin. Sla je armen uit. Expansie. Dan krijg ik weer een stemmetje in Engels. Sla je vleugels uit en vlieg naar de vrijheid. Maar meng met mensen, zodat je beroemd kan worden of zeer goed erkend. Heb een fijne dag nog verder. Tot ziens.